Maar Rens, ja, wat ga je maken voor Sander, Peter en Douwe? Ik heb verteld dat we iets met geitenkaas gingen doen. Daar heeft Sander best wel een hekel aan. Ja, dus het geheim van de smid is? Ja, knoflook vinden ze lekker, hè? Heerlijk, dat is goed voor ze. Van het ochtend. Oké. Okay. Oh, doe er maar wat extra in, hoor. Oké. Okay. Zo. Lekker. Oh, je maakt ze nou klaar voor de hele dag, Rens? Nee. Oh, dat is echt, iedere keer doe je het weer opnieuw? Ja, weer opnieuw, drie keer per dag. En hoeveel shakes krijg je zo'n dag? Normaal gesproken drie. Ja. Maar nu vier. Vier, oké. Nu eentje extra. Ja, waarom dan? Anders heb ik gisteravond 10 uur voor het laatst had gehad, hè? Ja, oké. Dus op zich hebben ze wel honger. Ja. Kun je gewoon een bal gehakt erin doen? En dat gewoon door de shaker? Kan wel, ja, maar dat is niet helemaal de bedoeling van het verhaal, denk ik. Normaal gesproken krijg je één grote, maar dan maak ik gewoon twee kleintjes. Meer ook, maar. Je moet ze niet te veel verwennen, ze moeten er ook wat voor over hebben. Daarom. En dit is de shake van appel en banaan. En voor de duidelijkheid, Rens, ja, je doet nou de shake in appel en banaan? Ja. En wie ervoor staat is? Met roomkaas, een shake met roomkaas en knoflook. Jongens, eet smakelijk. Klaar? Zullen we doen? Twee, hè? Gaan we doen. Nee. Douwe is ook wakker, die loopt het altijd af te zeuren. Oh, kijk aan, hier. Lekker! Oh god, het kan er bij. Ah, lekker shaggy. Mijn grote dikke vriend. Die is warm, meneer. Mijn grote dikke vriend ligt op bed. Nee, je hebt een koude shaggy. Je hebt toch geen geitenkaas in gedaan? Ja, moet je lekker gemaakt houden. Kun je dat? Oh, jongens, Sander, jullie hebben een groepsapp aangemaakt. Glazen. Rens heeft dat gedaan. Glazen huis kun je. Ah. Al die lekkere shaggies. En dan heeft hij een hele leuke foto bovengezet. Als lekkermakertje, zeg maar. Ja. En dan dankt hij ons af met rode biet en bloedworst. Weet je wat het is? Eigenlijk is gewoon één groot circus hier. Ja. Dus ja, dat is gewoon. We verwachten eigenlijk vanavond, als we het huis uitgaan, zo'n mooi bordje eigenlijk. Ja, nou jongens, bedankt. Ja, ook bedankt. Nou, ja, jij bedankt. Ik weet nog niet zo goed voor, maar in ieder geval bedankt. Eens smakelijk. Ja, dankjewel. Ja, dat is het doen. Echt wel, hè? Ja. Komt met die knoflook, denk ik. Ik kan er zo weer mee nemen. Knoflook smaakt altijd heel ontoe.